Hallo, leuk dat jullie kijken. Het is alweer een tijdje geleden dat ik mijn laatste video heb opgenomen. En ik heb een heel erg leuk ideetje. Ik heb nu alvast één plukje in mijn haar gedaan, zodat jullie dat kunnen zien. Het lijkt net helemaal gedraaid. Maar hij blijft goed stevig zitten. En ik ga jullie laten zien hoe dat kan, zonder dat hij dus weer terugdraait. Allereerst begin je met al je haar naar één kant te kammen. Dat is niet altijd even makkelijk, omdat je natuurlijk tegen de haargroeirichting ingaat. Maar probeer er gewoon op te letten dat je zo min mogelijk scheidingen hebt. Zie je? Dus vanuit hier, vanuit dit punt, laat ik het een beetje uitwaaieren. Zo meteen kunnen we dat nog wel iets netter doen. Het is nu echt de bedoeling dat je het even goed stevig kamt, dat het een beetje zo blijft zitten. Wat je nu gaat doen, ik begin bij het kruintje, dus aan de voorkant. En we gaan een invlecht maken. Dus niet een opvlecht, dus we gaan de plukken over elkaar heen doen. Die kant op. En ik ga even beginnen met even een paar normale slagen. Zo. Nu ben ik bij de bovenste aangekomen. En dan pak ik er haar bij. En je moet even kijken hoe ver je dat precies doet. En ik pak dus alleen haar erbij voor de bovenste pluk. Kijk, nu is de bovenste weer. Pak ik er weer haar bij. Zie je, onderste pluk. Nu kom ik weer bij de bovenste uit. Pak ik weer haar bij. En je moet even goed kijken. Dit mag daar nog even heen. Zie je, en weer een normale. En weer van de bovenste. Zo ga je dus helemaal door. En zoals je ziet, ziet hij er dus gedraaid uit. Zie je? Het lijkt niet op een vlecht. En dat komt omdat je hem alleen van de bovenkant pakt en niet van de onderkant. Wat hier een gave manier aan is, normaal vind ik met gedraaide plukken, dan draai je ze weer terug. En deze blijft dus gewoon zitten, omdat het eigenlijk dus gewoon een invlecht is. En je moet zelf even zorgen dat hij goed strak blijft zitten. En haartjes zoals dit, dat doe ik even naar de andere kant. Want dat komt er zo meteen, komt dat er wel weer bij als we al het haar naar één kant gaan kammen. Ik vind dat zonde om erbij te doen, omdat het dan minder strak wordt. En je ziet het als je highlights hebt, dat dat heel leuk uitkomt. Met die invlechten. Dan zie je alle tintjes door je haar heen lopen. Nu doe ik even een paar normale slagen. Dus ik doe er geen haar meer bij. Kijk, en dan doe ik hem ongeveer tot hier. En dan ga je er even een schuifspeld in doen. Zodat hij eventjes vast blijft zitten. Zo. Nu gaan we hier verder. En dat heeft precies dezelfde techniek nodig als die we net hebben gedaan. Je deelt er dus weer drie af. Onderste en dan de bovenste. Nu doe ik er wel al meteen een plukje bij. En dit gaat een heel gaaf effect geven, omdat ze allemaal onder elkaar vallen. En ik trek echt wel behoorlijk hard om er echt voor te zorgen dat die stevigheid, dat die erin zit. En ik neem nu ook, als ik dan een pluk van hier neem, dan trek ik hem echt door tot aan de contour. Zodat je dus niet hier los haar hebt hangen. En je ziet hoe hard ik trek. Heel mijn huid trek ik strak. Oké, nu hebben we dat invlechtgedeelte gehad. Dan doe je weer een paar slagen gewone vlecht. Zo. En ook die zet ik vast. Ik gebruik even de schuifspeld die er al in zit.
Kijk. Zie je? Dan zit dit vast. En zoals je ziet zit nu alles vrij mooi glad en strak. Dit haar vind ik altijd wel mooi. Dat kan je er een beetje overheen kammen. Kijk zo. Dan is de scheiding niet zo groot. Zie je, dat kan naar één kant. Ik vind zelf, vind ik het jammer om hem helemaal glad te houden. Dus ik wil er wel wat extra's mee doen. Maar zoals je ziet heb je hier al een hele gave zijkant. Zou je er zelf voor kunnen kiezen, zo een bloem erin. Zie je, en dan is je look eigenlijk ook al af. Ik ga nu naar deze kant. En ik ga daar hetzelfde doen, alleen ik ga hem heel groot maken, heel dik. Dus ik gebruik er maar eentje. En wat ik ga doen, ik neem iedere keer bij elke pluk het haar echt tot aan de contour. Dus tot aan je oor deel je een pluk af. Op die manier wordt hij heel snel, heel groot, heel dik. En ik vind het wel leuk omdat je dan dezelfde techniek gebruikt, maar hij ziet er wel anders uit. Dus echt tot aan je oor neem je dat haar mee. Nou, als de vlecht erin zit, dan zet je hem vast. Ik heb hem dus zo ver mogelijk naar de andere kant getrokken en ik heb hem over, eigenlijk helemaal aan de onderkant over mijn contour heen. Heb ik hem laten lopen. Wat ik nu doe, je pakt een elastiekje en je gaat dit vastzetten. En wat ik doe, ik laat er een lus in zitten zo. En daarmee ga je hier en daar ga je het vastzetten. Gewoon met pinnetjes erin. Een beetje op gevoel. Dit is ook super als je krullen hebt. Dus als je zelf krullen hebt, is dit echt een ideaal kapsel. Omdat je dan dus aan de onderkant het haar wat je over hebt, daar hoef je dus niks mee te doen. Ik heb het voorbewerkt met de steltang om net even wel wat krul eraan te geven. Maar je kan dus daarmee alle kanten op. Zie je? En zo heb je een heel erg leuk kapsel. En ik vind hem ook wel een beetje wat romantisch op deze manier. Ook door de krullen erin. Dan krijg je net even wat extra's. Zo. Ik vind altijd een bloem wel erg leuk, dus die doe ik erbij. En dan is die af. Ik zal hem even aan jullie laten zien. Langs één kant de invlecht. En langs deze kant de knot met de krullen eruit, de bloem erin en de invlechten die op gedraaide plukken lijken. Nou, dat was hem weer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik heb mijn best gedaan om weer wat interessants te verzinnen. En ik vind het erg leuk als jullie abonneren op dit YouTube kanaal. Jullie kunnen altijd een reactie geven. Ik luister er graag naar. Voeg me toe op Twitter, op LissaLove, en dan hoor ik graag van jullie. Ik vind het ook erg leuk om foto's van jullie te zien, van de kapsels. Ik heb van een aantal van jullie al foto's ontvangen en ik vind het erg leuk om te zien. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!